Welkom terug bij Nerdcultuur Nieuws, aflevering 9. Hier bespreken we elke week al het nieuws in de wereld van films, series en videogames. En we beginnen altijd met het filmnieuws, dus laten we maar gelijk beginnen met wat positief nieuws. Want het lijkt er namelijk op dat Godzilla vs. Kong de bioscopen aan het redden is. Want ja, in heel veel andere landen gaat het er een stuk beter aan toe dan hier in Nederland. Dus daar zijn de bioscopen alweer open en voelen mensen zich dus veilig genoeg om weer terug te gaan. En Godzilla vs. Kong heeft dus alle records verbroken voor een nieuwe film sinds het begin van de pandemic en hij heeft nu dus al bijna $300 miljoen verdiend wereldwijd. En dat is dus met zalen waar mensen uit elkaar zitten, dus ze kunnen een stuk minder kaartjes verkopen dan normaal gesproken. En als je dit dan vergelijkt met de vorige film in de Monster Universe, Godzilla King of the Monsters, die had in totaal $385 miljoen verdiend in zijn gehele run. En nu na 1 week is Godzilla vs. Kong daar dus al bijna overheen en ik denk dat volgende week ze daar gewoon overheen gaan. En ik zag dus op het internet ook al de hashtag voor bijkomen Continue the Monsterverse, maar ik denk dat dat sowieso al de bedoeling was. Er werd nooit gezegd dat Godzilla vs. Kong de afsluiter zou zijn. Er zit dan wel geen after credit scene in Godzilla vs. Kong, maar ik denk alsnog dat je sowieso gewoon verder kan gaan. Ze hebben het gewoon zo achtergelaten dat je nog heel veel meer films binnen dit universum kunt doen. Ook al denk ik dat ze wel eerst gewoon weer aparte films gaan doen voor Godzilla en Kong, maar dat je dan daarna misschien een team-up film krijgt. Dus in plaats van dat het dan Godzilla vs. Kong is, is het dan Godzilla en Kong vs. andere monsters. Dan door naar wat minder positief nieuws en dat zijn namelijk 2 films van DC die nu gecanceld zijn. Ik heb het namelijk over The Trench en over New Gods. The Trench zou een spin-off film worden van Aquaman. We hebben The Trench ook gezien in de eerste Aquaman film. Dat is dus dat stuk zee waar allemaal zeemonsters zitten. En ze wouden dus een lichte horrorfilm maken die zich in dat gebied afspeelt zonder Aquaman zelf, maar nog wel binnen de DC Universe. En James Wan, de maker van The Conjuring en dus ook van de eerste Aquaman film, die zou deze film gaan regisseren, maar ze hebben dus besloten om deze film te laten vallen. Maar ze werken nog wel door met James Wan aan Aquaman 2, die staan nog steeds op de planning voor eind volgend jaar. En dan had je dus de New Gods, en dat zijn grotendeels wel wat minder bekende DC-personages, behalve misschien Darkseid zelf dan, die we net gezien hebben in Zack Snyder's Justice League. En ze willen denk ik expres wat afstand doen van Zack Snyder's Justice League, want ze hebben dus al gezegd dat ze nu een andere richting opgaan, dat ze gewoon een visie hebben voor wat hun plannen nu zijn in de toekomst. En ze willen mensen niet verwarren, dat zeggen ze in ieder geval dan over 2 verschillende versies van Darkseid, maar dat is een beetje een bullshit excuus, want ja, je hebt ook gewoon meerdere Jokers en meerdere Batman op dit moment. Ik denk dat het meer gewoon een geval was dat een New Gods film niet echt nodig was binnen hun plaatje van de toekomst, aangezien ze dus toch niet naar een Darkseid-achtige verhaallijn toewerken nu. En op zich wel jammer dus, want Ava DuVernay, die zou deze film gaan regisseren. Die heeft bijvoorbeeld 13th gemaakt op Netflix, wat echt een hele goede documentaire was, en ook Selma, de film. Mensen waren minder enthousiast over haar A Wrinkle in Time, maar dat was niet per se haar schuld. Dat schijnt gewoon een heel erg moeilijk boek te zijn om te verfilmen. Maar ook met haar werkt DC nog steeds door. Zij is namelijk betrokken bij een nieuwe CW-serie, Naomi. Die gaan we ergens in het komende jaar dus nog te zien krijgen, dus ze is niet helemaal klaar met DC. En DC heeft ook aangegeven dat mochten ze deze projecten in de toekomst nog willen terugbrengen, dat ze dan ook gewoon deze makers erbij betrokken houden. Dus wie weet kan er in de toekomst nog plaats zijn voor deze 2 films, maar ik vind het zelf eerlijk gezegd niet heel jammer dat ze hiermee kappen. Er zijn gewoon meerdere projecten nu in ontwikkeling waar ik een stuk enthousiaster voor ben, zoals de Peacemaker-serie, de nieuwe Suicide Squad en The Batman. En daarbij is deze week ook aangekondigd dat de Batman-film zich afspeelt op Earth 2, dus ze gaan hem wel betrekken binnen de grotere DC-multiverse. Het is dus nog niet dezelfde aarde waar al die films die we de laatste paar jaren gehad hebben zich op afspelen. Het is wel een aparte aarde, maar ik denk dus dat ze Flashpoint gaan gebruiken om die 2 universums samen te brengen op een of andere manier. En dat we daarna dus wel doorgaan met Robert Pattinson als onze Batman in de grotere DC Universe. Maar het is dus al slim dat ze binnen die eerste film zich gewoon kunnen richten op Batman zelf en het universum van Batman en nog niet gewoon alle grotere DC elementen erbij betrekken. En er is deze week dus ook een update gekomen van Ray Fisher. Die heeft namelijk een interview gedaan met de Hollywood Reporter waarin hij dus wat meer details zou geven over wat er nou precies gebeurd is met hem op de set van Justice League. En ja, ik vond het eerlijk gezegd een vrij slap verhaal. Hij heeft niet echt specifieke dingen gezegd. Het zijn alleen maar dingen die hij via via gehoord heeft waar hij zelf niet eens bij betrokken was. Het meeste wat ik ervan kan meenemen is dat Joss Whedon wel gewoon echt een lul was op die set en dat het waarschijnlijk geen fijne regisseur is om mee te werken. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook racistisch is en dat hij Ray Fisher echt specifiek getarget heeft om te benadelen. Want zijn argument dat hij expres alle zwarte acteurs uit de Justice League film geknipt heeft, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet redelijk. Hij heeft gewoon de hele
lastige taak gehad om een film van 4 uur neer te knippen naar een film van 2 uur. En ja, mensen komen niet naar de Justice League film toe voor Cyborg. Sorry, dat is gewoon niet zo. Mensen willen gewoon veel liever Wonder Woman, Superman en Batman zien. Daarna de Flash en Aquaman, die staan een beetje op een gelijk level. Maar Cyborg is sowieso de minst grote naam binnen die hele line-up. En dan kan het best zijn dat Zack Snyder's visie hem als het centrale punt van deze film had. Maar dat wil niet zeggen dat die versie van 2 uur dat nog steeds ook nodig heeft. Maar dat wil niet zeggen dat die versie van 2 uur dat ook nog steeds nodig heeft. Die was gewoon een stuk preciezer. Die ging gewoon gelijk to the point van oké, dit gaat over de Motherboxes en Steppenwolf en het samenkomen van de Justice League. En ja, met 2 uur aan extra tijd kan je natuurlijk veel uitgebreider al die personages motivatie geven en verdiepen. En dat heeft die Zack Snyder versie dus ook gedaan. Maar dat is zeker niet een racistisch punt geweest van Joss Whedon om zijn stuk daaruit te knippen. En bij een aantal voorbeelden die hij naar voren brengt, blijkt ook gewoon dat hij er ook gewoon lastig was om mee te werken. Het is ook cool dat in dat artikel van The Hollywood Reporter hebben ze de ruimte gelaten voor antwoorden van Jeff Johns. Dat is dus een persoon die Ray Fisher ook veel beschuldigd heeft. En al die dingen die hij benoemt, daarbij lijkt het in mijn ogen dat Jeff Johns gewoon goede bedoelingen had. Hij wou Ray Fisher gewoon proberen te helpen en te laten zien hoe het werkt allemaal in Hollywood. Hij had daarvoor natuurlijk nog nooit een grote film gehad. En kijk, dat Ray Fisher het belangrijk vindt dat Cyborg de eerste zwarte held is binnen het DC-universum, is zeker te begrijpen. En het is ook cool dat ze hem erbij betrokken hebben. Maar dat wil niet zeggen dat Ray Fisher de beslissingen maakt. Uiteindelijk, de producers en de regisseurs en de mensen die het geld neerleggen, die maken de beslissingen, niet hij. Hij is een acteur, hij krijgt betaald om zijn zinnen op te lezen en te acteren. En dat is het. Hij is geen schrijver, hij is geen producer. Want een van de voorbeelden was dus ook dat hij weigerde om boeia te zeggen. Want Cyborg heeft dus een catchphrase boeia en hij vond het racistisch dat Cyborg dan het enige personage was die een catchphrase had. Maar dan zegt hij in de Snyder Cut versie uiteindelijk hell yeah. En dan denk ik van ja, daar had je net zo goed boeia kunnen zeggen. Dat is dan gewoon een knipoog naar de fans toe en daar is zeker niks racistisch aan. Maar ja, doe je eigen onderzoek maar over deze hele situatie. Er zijn meerdere kanten om deze situatie uit te bekijken. Ik snap ook wel dat hij verandering wilt zien, dat er nog steeds gewoon dingen gebeuren in Hollywood die niet oké zijn. Maar de manier waarop hij dit heeft aangepakt is gewoon een gegarandeerde manier om je eigen carrière om zeep te helpen. Als ik een producer of een regisseur zou zijn en ik zou dit interview lezen, dan zou ik echt niet denken van oh, deze guy die wil ik nu gaan aannemen voor mijn volgende film. Dan is het nu tijd om wat trailers te bespreken en er zijn deze week heel veel uitgekomen, zowel voor films als voor series. Laat ik beginnen met het nieuwtje dat de Suicide Squad trailer die we vorige week besproken hebben het record verbroken heeft voor de meeste views van een Red Band trailer tot nu toe binnen het eerste weekend. Een Red Band trailer houdt in dat het dus een trailer is met volwassen materiaal erin, dus met bloed en grof taalgebruik. En de vorige recordhouder was Mortal Kombat, dus die is pas enkele weken geleden uitgekomen. Die heeft dus niet heel erg lang dit record vastgehouden. Maar dat laat dus ook wel zien dat mensen enthousiast zijn voor deze versie van de Suicide Squad. En er zijn dus blijkbaar ook 2 trailers uitgekomen vorige week. Dus een dag nadat die trailer was uitgekomen is er nog een andere versie van deze trailer uitgekomen, de Rebellion versie. En ja, die laat wel gewoon meer van hetzelfde zien. Het ziet er allemaal gewoon heel erg heerlijk en goed uit. Vooral die scène aan het einde tussen Redcatcher, Polka Dot Man en Peacemaker vond ik echt heel erg grappig en tof. Dan is ook de eerste trailer uitgekomen voor een nieuwe film, Those Who Wish Me Dead. En deze film is geregisseerd en geschreven door Taylor Sheridan. Hij is bekend van onder andere Wind River, Hell or High Water en Sicario. Dat zijn allemaal hele toffe films dus. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar deze. Deze heeft Angelina Jolie in de hoofdrol. En het lijkt wat meer een actiegerichte film te zijn dan zijn vorige films tot nu toe. En de slechterik wordt gespeeld door Aidan Gillen, oftewel Littlefinger uit Game of Thrones. Dan is er ook een trailer uitgekomen voor Cruella. De nieuwe trailer daarvan die richt zich wat meer op de slechterik in deze film, die gespeeld wordt door Emma Thompson. Het lijkt er dus op dat heel deze film zich gaat richten op die rivaliteit tussen Cruella en dit andere personage. En daarbij lijkt het er dus ook op dat Cruella een soort van double spy gaat spelen. Dus ze gaat werken voor haar rivaal met een ander uiterlijk dan dat ze als Cruella haar terroriseert. En ik blijf deze film er toch wel gewoon echt een stuk interessanter uit vinden zien dan wat ik van tevoren had verwacht toen ik hoorde dat ze een Cruella film zouden maken. Dan is er nog een trailer uitgekomen, of eigenlijk een korte teaser voor de nieuwe Ghostbusters film, Ghostbusters Afterlife. En daarin krijgen we de onthulling te zien van de Mini Puffs, oftewel de nieuwe Baby Yoda's. Dit is wel gewoon echt weer een heel erg schattig design. Sowieso was ik altijd al een fan van de Stay Puft Marshmallow Man in de originele Ghostbusters film. Maar nu hebben we dus Mini Puffs en die gaan dus in kleinere hoeveelheden ons terroriseren deze zomer. Maar ik weet niet precies wat hun strategie daarvoor is, want in deze trailer zie je ze namelijk zichzelf grillen en soort van smelten met chocola over zich heen. Dus het lijkt erop dat ze misschien gewoon alleen opgegeten willen worden. Of misschien is dat wel hun tactiek. Misschien kunnen ze je dan op die manier overnemen als je ze opeet. Dan word je dus door die Mini Puffs bezeten op die manier. Dan hebben we ook de eerste trailer gehad voor Space Jam 2. Space Jam, A New Legend.
Legacy. En ja, daarin kregen we dus te zien hoe belachelijk deze film gaat worden. We hebben het hier een tijdje geleden daarover gehad. Want dit wordt dus gewoon een soort van Lego Movie, Ready Player One-achtige crossover film. Of Wreck-It Ralph 2, zoiets. Maar dan hebben ze het dus over de Serververse. En dat bestaat dus uit alle universums van Warner Brothers films en series. We zien dus zelfs Game of Thrones voorbij komen. Daar had ik van tevoren nog niet van gehoord. Maar je ziet dus letterlijk Westeros World. En op een gegeven moment zie je Drogon nog voorbij vliegen. En ja, daarbij The Mask, Scooby-Doo, verzin het maar en het zit erin. Ik ben in ieder geval blij dat het uiteindelijk wel gewoon neer gaat komen op een basketbalwedstrijd. Want toen ik het plot eerst beschreven kreeg, leek het erop dat er helemaal geen basketbal in zou zitten. Ja, dat moest natuurlijk wel, anders is het niet echt een Space Jam film. Dus ik ben blij dat ze dat element er in ieder geval ingehouden hebben. Dat het niet alleen maar LeBron James is als de nieuwe Michael Jordan, maar dat we hem dus nooit zouden zien basketballen. Dan is er ook een nieuwe trailer voor de Black Widow film uitgekomen. Deze vond ik er ook echt heel erg tof uitzien. Misschien wel de beste Black Widow trailer tot nu toe. Dat komt grotendeels ook door de muziek. Ze hebben een soort van remix gedaan van de Avengers team voor Black Widow, die echt heel erg goed werkt. Vond ook de flashback scènes er echt goed uitzien. Met een jonge David Harbour en dus een jonge Natasha Romanoff en waarschijnlijk ook haar zusje. En ik vind de nadruk op Taskmaster in deze trailer ook gewoon heel erg tof. Want hij kan dus wel echt een van de nieuwe grote slechterikken worden binnen de Marvel Universe misschien. Ik hoop niet dat ze binnen één film al van hem af zijn. Dat hij wel gewoon een slechterik kan blijven voor op de lange termijn. Want heel zijn kracht is dus dat als hij iets ziet, dat hij het kan nadoen. Daarom vecht hij dus ook als Captain America of als Black Panther in een van die oudere trailers. Ik zie heel veel mensen op het internet ook al speculeren over wie Taskmaster precies is. Alsof die dus een soort geheime identiteit heeft. En ik weet helemaal niet zeker of dat wel zo is. Het zou goed kunnen dat ze ergens tijdens deze film een soort onthulling doen dat dat masker afgaat. En dat je dus ziet dat het iemand is die we al kennen of die we tijdens deze film leren kennen. Maar waarom kan Taskmaster niet gewoon Taskmaster zijn? Misschien is het helemaal geen persoon die erachter zit. Is het gewoon een slechterik die er zo uitziet en die zichzelf zo noemt. En die leren we dan gewoon tijdens deze film kennen. Maar ja, we gaan het zien. Ik denk dat Disney nu wel aan het heroverwegen is of ze deze film nog steeds op Disney Plus willen uitbrengen met het succes van Godzilla vs. Kong in de bioscopen op dit moment. Want ja, als Godzilla vs. Kong het al zo goed doet, dan zitten mensen al helemaal te wachten op een Marvel film. Helemaal dus in juni en juli, wanneer er al gewoon veel meer mensen gevaccineerd zijn. Dan was er vorige week ook nog een Marvel nieuwtje wat ik vergeten was te bespreken, wat ik nu nog even wil benoemen. En dat is namelijk dat Russell Crowe gecast is in Thor 4, Thor Love and Thunder. Ik denk wel dat het een klein rolletje is, want ze hebben het niet echt aangekondigd. Ze hebben het gewoon heel erg sneaky gefilmd. Nou ja, Russell Crowe die woont al in Australië, waar ze nu aan het filmen zijn. Dus het was ook niet heel veel moeite voor hem om langs de set te gaan. Er waren namelijk wat foto's gelekt van hem met Chris Hemsworth en andere acteurs uit die Thor-film. En het kan natuurlijk zijn dat ze gewoon aan het chillen waren, maar ik denk dat er een goede kans is dat ze wel iets opgenomen hebben samen. Ik denk dat het sowieso een klein rolletje wordt, maar dan zijn er natuurlijk twee mogelijkheden. Want of het wordt gespeeld als een grapje, dat hij gewoon in een klein rolletje voor de grap voorbij komt, een beetje zoals Matt Damon. We hadden natuurlijk ook al gezien dat Melissa McCarthy Hela gaat spelen in zo'n toneelstuk zoals Matt Damon Loki speelde in Thor Ragnarok. Of het is een kleine rol, maar wel een belangrijke rol die in de toekomst misschien nog een grotere rol gaat krijgen. Misschien is hij wel gewoon een van de Eternals of echt gewoon zo'n soort van ancient being in space. Ja, de Marvel stripboeken die gaan in dat opzicht heel erg diep. Dus je kan een van de honderden personages daaruit gewoon uitkiezen die hij zou kunnen spelen. Misschien een Celestial, een Eternal, een Inhuman, weet ik veel wat. Ze kunnen van alles doen. Dan is er ook nog een nieuwtje naar buiten gekomen wat ik een beetje jammer vind. En dat heeft namelijk betrekking tot Creed 3. Want in Creed 3 gaat blijkbaar Rocky zelf, Sylvester Stallone, niet zitten. Dan denk ik van als dat het geval was, dan hadden ze hem net zo goed al dood kunnen laten gaan in Creed 2. Want dat was natuurlijk een hele verhaallijn dat hij kanker kreeg en dat hij ziek was daar. En ik weet even niet meer zeker of hij dan richting het einde daarvan hersteld was. Of dat hij er dus nog steeds mee vocht. Maar het zou dus heel erg leem zijn als we Creed 3 binnenkomen en dat er gewoon gezegd wordt van oh, Rocky is overleden. Dat willen we op zijn minst dan wel zien. Of een soort van afscheid. Dus ook al heeft hij dan een klein rolletje in deze film, hij hoort er wel gewoon in te zitten. Maar ja, wie weet leeft hij nog? Kunnen ze het op zo'n manier spelen dat er een reden is waarom Rocky er niet bij is tijdens dit verhaal? Want ik denk ook niet dat Creed 3 per se de laatste hoeft te zijn. Helemaal nu Michael B. Jordan dus voor het eerst gaat regisseren, zichzelf gaat regisseren in deze film. Dan denk ik als hem dat bevalt, dat er een goede kans is dat hij misschien wel meer Creed films wilt gaan doen. Dus misschien krijgen we Rocky dan gewoon weer terug in Creed 4. Laten we hopen van wel, want ik denk nog niet dat zijn verhaal helemaal klaar is. Ook al had ik na Creed 2 wel zoiets van, oké, als je hierbij stopt, is dit ook gewoon een mooi einde. Maar als je dan toch een Creed 3 gaat doen, dan moet je eigenlijk wel Sylvester Stallone erbij betrekken. Dan een ander cool nieuwtje van deze week heeft te maken met Halina Rijn, een Nederlandse regisseuse. Zij heeft hiervoor de film Instinct gedaan. Daar zat blijkbaar Carice van Houten en Marwan Kenzari in, die guy die Jafar speelde. Maar nu gaat
gaat ze dus van een Nederlandse film naar een Amerikaanse Hollywoodfilm toe. En die gaat ze maken samen met A24. A24 is een van mijn favoriete productiemaatschappijen. Die maken altijd hele goede indie films. En die hebben bijvoorbeeld ook meegewerkt aan Euphoria. En ze gaat een horrorfilm maken voor hun met de titel Bodies, Bodies, Bodies. En ze hebben dus ook al twee hoofdrolspeelsters gecast voor deze film. Dat is namelijk Amandla Stenberg van The Hate U Give en Maria Bakalova, die de dochter speelde in Borat 2. En ja, na wat zij gedaan heeft in Borat 2, was ik gewoon super enthousiast om te zien wat haar volgende project gaat zijn. En dat wordt dus deze horrorfilm. Dus laten we hopen dat ze gewoon net zoveel kan shinen daar als dat ze deed in Borat 2. En dan het laatste filmnieuwtje voor deze week heeft te maken met Zlatan Ibrahimovic. Hij gaat namelijk zijn filmdebuut maken in de volgende Asterix en Obelix film. Die film wordt blijkbaar geproduceerd door Pathé, dus echt gewoon het bedrijf achter Pathé, want het is blijkbaar geen Nederlands bedrijf. Het zit namelijk ook in Zwitserland en in Frankrijk. En ze hebben hiervoor dus ook al meerdere Asterix en Obelix live action films gedaan, die ik zelf niet gezien heb. Maar nu Zlatan dus in deze gaat spelen, ben ik op zich wel geïnteresseerd. Ze hebben ook Marianne Cotillard gecast. Zij is natuurlijk genomineerd voor een Oscar ooit en zij is een Bond girl geweest. En zij gaat Cleopatra spelen in deze Asterix en Obelix film. En Vincent Cassel, die ik ken uit Westworld, die gaat Caesar spelen. Maar de rol die Zlatan gaat spelen, die heet Oneofus. Of misschien is het gewoon One of Us, maar is het verkeerd vertaald of zo. Want ik kon niks vinden over dit personage. Maar ja, ik ga dan op zijn minst in ieder geval tegen die tijd op YouTube gewoon kijken of ik zijn scènes kan vinden. Want ik ben wel benieuwd hoe hij dit gaat doen. Misschien ligt er hier nog wel een carrière voor hem wanneer hij klaar is met voetballen. Hij begint natuurlijk al een stukje ouder te worden. Hij kan het nog steeds, dat wel. Hij gaat nog steeds wel gewoon mee. Maar ja, hij zal natuurlijk wel aan het kijken zijn van wat kan ik hierna nog gaan doen. Want er zijn altijd wel rollen te vinden waarvoor je niet per se heel erg goed acteerwerk nodig hebt. En met de juiste regisseur kan je van iedereen gewoon een oké acteur maken. Kan je gewoon de performance eruit trekken die je nodig hebt. Dan komen we nu aan bij het serienieuws van deze week. Als eerste laten we het maar gelijk over het grootste serienieuwtje hebben van deze week. En dat is namelijk de trailer voor Loki. En we hebben al een keer eerder een korte teaser gehad van deze Loki-serie. Maar nu krijgen we dus iets uitgebreider te zien hoe deze serie eruit gaat zien. Het richt zich natuurlijk op de Time Variance Agency. Dat is dus een soort van FBI voor de tijd. En die houdt dus de tijdlijn in de gaten en alle anomalies die door de tijd heen kunnen voorkomen. En we hebben het dan natuurlijk over de Loki uit de Avengers film. Dus hij heeft nog niet alle karakterontwikkeling doorgaan die hij heeft gehad in Thor 2 en in Thor 3 en in Infinity War en in al die films. Het is nog echt gewoon de trickster, de sneaky Loki die we kennen van de eerste Thor film en van Avengers dus. Maar ze breiden met deze serie de Marvel Universe opnieuw gewoon op een hele interessante manier uit. Want elke keer als je dus een nieuwe tijdlijn creëert volgens Endgame logica heb je dus een nieuwe universum erbij. En ze zeggen op een gegeven moment ook van kunnen we deze variant van Loki vertrouwen. Dat impliceert dus dat er ook meerdere Loki's aanwezig zijn in al die andere tijdlijnen. Dus mensen beginnen ook al te speculeren dat we misschien Lady Loki te zien krijgen in deze serie. En het lijkt er ook op dat ze iemand aan het teasen zijn. Want je ziet de hele tijd een soort van hooded figuur voorbij komen. En ik denk zelf dat er ook een hele goede mogelijkheid is dat we Kid Loki te zien krijgen in deze serie. Want hij is ook een deel van de Young Avengers. En tot nu toe zijn ze dus in al die series iemand van de Young Avengers aan het opzetten. Want ja, als we dan drie op een rij krijgen met Wiccan en Speed in WandaVision, Patriot in Falcon en Winter Soldier en Young Loki in Loki, dan weet je toch wel bijna zeker dat er uiteindelijk een Young Avengers serie of film gaat komen. Dan is er ook een trailer uitgekomen voor een nieuwe Netflix serie Jupiter's Legacy en dit is de eerste serie die ontwikkeld is door Millerworld. Dat is dus het bedrijf van stripboekschrijver Mark Miller die bekend is van Kick-Ass en Kingsman. Ik ben zelf heel groot fan van zijn werk, in ieder geval van die vorige twee projecten dus. En deze trailer vond ik er echt heel erg interessant en goed uitzien. Het laat wel gewoon een hele sterke eerste indruk achter. Helemaal voor een serie, want het lijkt gewoon bijna een film qua productiekwaliteit. Want alle special effects die nodig zijn, die zien er goed uit, maar tegelijk lijkt de focus nog steeds gewoon op de personages te liggen. We hebben namelijk te maken met een oudere groep superhelden, een soort van oude Justice League, en die hebben ondertussen dus kinderen gekregen en er komt dus een nieuwe generatie van helden aan. En zij moeten dus op hun oude leeftijd gaan bepalen van wat willen ze dat hun legacy zal zijn. Hoe zullen ze herinnerd worden als ze er niet meer zijn. Ik ben echt heel erg geïnteresseerd na het zien van deze trailer. Dus 8 mei kan niet snel genoeg komen. Dan het laatste serie nieuwtje voor deze week is de teaser trailer die is uitgekomen voor het tweede seizoen van Star Trek Picard. Ik ben niet echt een hele grote Star Trek fan. Ik heb er ook niks op tegen, maar ik heb alleen de wat nieuwere projecten gezien. Dus de laatste paar films en de series zoals Discovery en Picard. Maar Q is dus een personage wat een hele grote rol had in Star Trek The Next Generation blijkbaar. En die heeft dus ook een hele belangrijke relatie
met Jean-Luc Picard. Dus het is heel erg logisch dat ze hem er nu bij gaan betrekken voor het tweede seizoen. En ik denk dat heel veel Star Trek fans daar ook gewoon heel erg blij van worden. Volgens mij komt het tweede seizoen ook dit jaar nog uit. Misschien in de zomer of richting het einde van het jaar ergens. Ik blijf het apart vinden dat deze serie in Nederland op Amazon Prime te zien is. Aangezien Netflix eerst een deal gesloten had voor alle Star Trek series. Maar blijkbaar niet voor Picard dus. Dat was dus alleen voor de Star Trek series tot nu toe op dat moment. Maar ja, waar we hem ook te zien gaan krijgen, ik heb er op zich wel zin in. Want ik vind dus die nieuwe Star Trek series best wel goed. Maar ik heb ook niet echt de oude series om het mee te vergelijken. Want er zijn nog steeds heel veel oude Star Trek fans die het nieuwe materiaal allemaal gewoon niet goed vinden. Of niet vinden passen bij wat Star Trek oorspronkelijk was. Maar ja, daar ben ik dus niet kenner genoeg voor. Maar waar ik wel kenner van ben, is videogames. En laten we maar gelijk doorgaan met het videogame nieuws van deze week. Er is namelijk een teaser trailer uitgekomen voor een game die Abandoned heet. En voordat deze trailer was uitgekomen, was deze game al gelekt. En toen begonnen mensen gelijk hele wilde theorieën te doen. Ze dachten namelijk dat deze game het nieuwe project was van Hideo Kojima, die bekend is als de maker van Metal Gear en die dus laatst ook Death Stranding gedaan heeft. En dat dachten ze omdat Blue Box Games, de studio achter Abandoned, helemaal niks aan informatie beschikbaar had. Er was gewoon heel erg weinig over bekend. Dus toen dachten mensen van, oh, misschien is dat wel een geheim team binnen Team Kojima. En dan weten we daar gewoon nog niet van. Maar bleek dus gewoon een indie studio te zijn. En ze maken deze game voor de PlayStation 5. En de eerste trailer is dus net uit. De graphics zien er echt prachtig uit. Het is gewoon bijna fotorealistisch hoe je dat bos ziet daar. Ze laten alleen nog niet echt gameplay zien. Dat zeggen ze dat ze dat binnenkort gaan doen in een aparte trailer. Maar vlak nadat dit nieuws allemaal naar buiten was gekomen, is er dus ook naar buiten gekomen dat Kojima's volgende project misschien niet met PlayStation zelf gaat zijn. Wat voor heel veel fans best shockerend was, want tot nu toe heeft hij altijd met PlayStation samengewerkt. Het schijnt dus dat Microsoft nu aan het onderhandelen is om de volgende Kojima game een Xbox exclusive te maken. Dat laat dus nogmaals zien dat Microsoft deze console wars echt serieus aan het nemen is op dit moment. Want ze maken dus grote moves nadat ze Bethesda al geregeld hebben en EA Play. En nu willen ze dus ook deze nieuwe game van Kojima regelen voor op Game Pass. Dan zag ik allemaal comments voorbij komen van, oh, dat wordt dan de slechtst verkopende Kojima game ooit. En ja, dat is dan zo. Maar dat is niet het punt. Microsoft wil al die content voor Game Pass. Veel van de echt hardcore Kojima fans die alles van hem willen spelen, die zijn echt wel bereid om een Xbox te kopen voor zijn volgende game. En ja, betaal je dan €60 voor die game of betaal je een tientje voor Game Pass, dan is dat natuurlijk de veel slimmere keuze. En als je dan dat tientje eenmaal neerlegt, goede kans dat je dan ook wat andere interessante games ziet staan en dat je het dan niet gelijk gaat opzeggen, maar dat je het gewoon een tijdje houdt. En nog een grote move die Microsoft dus gemaakt had laatst, die heeft te maken met MLB The Show. Dat is dus een baseball game die altijd PlayStation exclusive was. En MLB, de organisatie dus, Major League Baseball, die had dat contract ooit met PlayStation getekend, dat ze dus games zouden ontwikkelen voor op de PlayStation. En die game die wordt dus ook ontwikkeld door een PlayStation Studio. Dus het logo van PlayStation Studio staat ook gewoon op die game. Maar nu heeft Microsoft dus een deal gesloten met Major League Baseball, zonder dat PlayStation en Sony daarvan wisten. En nu komt MLB The Show, die nieuwe game, dus ook gewoon op de Xbox uit. En dat was dus al een historische gebeurtenis, want we krijgen dus een Xbox game waar een PlayStation logo op staat. Maar nu heeft Microsoft dus ook nog eens geregeld dat als je die game op de Xbox wilt spelen, dat die gewoon bij Game Pass vanaf dag 1 al beschikbaar is. Dus hoef je hem niet eens apart te kopen. En ik denk dat heel veel mensen daar echt heel erg blij van zijn, want als je dus die game op de PlayStation wou spelen en je hebt al een Xbox liggen, dan hoef je hem niet eens te kopen erbij. En ja, dat is dus nogmaals gewoon een voorbeeld van Microsoft die echt tactisch aan het nadenken is, die deze oorlog gewoon langzaam maar zeker spannender wilt maken, dat ze het gewoon een beetje gelijk kunnen trekken. Ze hebben nog steeds wel een lange weg te gaan ten opzichte van PlayStation, maar ze laten in ieder geval zien dat ze het serieus nemen. Dan een ander nieuwtje wat een beetje jammer is, heeft te maken met de nieuwe Lego Star Wars game, Lego Star Wars The Skywalker Saga. En ik was eerst niet heel erg enthousiast voor deze game, omdat ik dacht dat het meer een soort van bundel zou zijn. Want ze hebben natuurlijk al aparte games gedaan voor de prequel trilogie en voor de originele trilogie. En ze hadden toen een Force Awakens game gedaan, maar niet eentje voor The Last Jedi en voor The Rise of Skywalker. Maar wat me een beetje enthousiast kreeg voor deze game, was toen er buiten kwam dat ze deze game dus ontwikkeld hebben voor de volgende generatie. En dat ze dus echt een hele open wereld hebben met allemaal verschillende planeten. Dus dat je echt wel van wereld naar wereld kan reizen met je spaceship en binnen de wereld zelf. En dat het gewoon één grote sandbox is. En ze spannen dus heel het verhaal van alle 9 films. En je hebt iets van 300 speelbare personages erin. Dus goede kans dat er ook personages in zitten van Rebels, van Clone Wars en van The Mandalorian. Maar deze game die zou dus uitkomen in kwartaal 2 van 2021. Dus nu ergens van april tot juni. En ze hebben dat nu dus uitgesteld, want ze gaan het niet redden. Maar ze hebben daarbij ook nog niet aangegeven wanneer de game dan wel uitkomt. Dus laten we hopen dat die game richting het einde van het jaar ergens uitkomt. En
niet pas volgend jaar. En dan het laatste game nieuwtje voor deze week is de terugkomst van de E3. Ze hebben vorig jaar natuurlijk de E3 afgelast vanwege de hele coronasituatie. En dit jaar gaan ze wel weer een E3 doen, maar dan dus allemaal virtueel. En ja, vorig jaar was er eigenlijk ook al een soort gelijke periode waarin alle gameontwikkelaars gewoon hun eigen presentaties deden, alsof het een E3 was, maar dan zat het niet officieel onder één banner. Dit jaar gaat dat dus wel weer gewoon zo zijn en komen Nintendo en Xbox er ook bij, alleen PlayStation heeft nog niet aangegeven dat ze erbij gaan zijn. Maar ja, als ze daar dus niet meedoen, dan zullen ze waarschijnlijk de week ervoor of de week erna gewoon hun eigen presentatie doen. Dus richting juni kunnen we gewoon weer een hele berg videogame nieuws verwachten. En ja, het schijnt dus ook dat Microsoft daar ook nog wat grote moves gaat maken. Dat ze nog een aantal verrassingen gepland hebben van games die dit jaar nog moeten uitkomen, waar wij nog niet eens van weten. Dus tegen die tijd zullen we dat ook allemaal gewoon dekken hier bij Nerdculture News. Laat me weten wat je interessant vond van deze aflevering in ieder geval. Welk nieuwtje sprong er voor je bovenuit? Wat vonden jullie van al die trailers die we besproken hebben vandaag? Welke trailer vond je het best? Welke kreeg je het meest enthousiast? Laat het me weten allemaal. Bedankt voor het kijken in ieder geval en subscribe om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in Nerdculture.